Het is gelukt. Dit is altijd makkelijker in de films. Ik heb het gedaan. Hallo, welkom van de camping in Brabant. We zitten hier al een week en we wilden in die week de hele tijd gaan vloggen. Alleen, we hebben een paar tegenslagen, financiële tegenslagen gehad. Kleine mental breakdown. Kleine mental breakdown. We zijn er. We zijn er. Oké, wij zijn Tristan en Firoza en zoals veel mensen in Nederland hebben wij een relatie. Wat heel veel mensen in Nederland niet hebben, is een klein stukje water. Sterker nog, een klein stukje water waar je een kleine tiny houseboat op kan bouwen. Ja, we gaan jullie meenemen met onze reis en vandaag gaan we beginnen met de saaie dingen. De saaie dingen, de boring shit. Wij wonen anti-kraak, wonen midden in het centrum van Amsterdam, hebben 2 verdiepingen en we betalen het riante bedrag van... €8,27. Ja, dus we hebben dadelijk geen dubbele kosten wanneer het komt op, wanneer we de hypotheek rondkrijgen en zo. Jij wilde altijd al op een woonboot wonen. Dat was al een van jouw bucketlist. Ja, ik zei al gewoon, weet je, als je door de gracht van Amsterdam fietst. Toen zei ik al een keer tegen jou van, dit is mijn eindgoal. Weet je, hier wil ik over 20, 30 jaar wil ik een huisboot lekker op de gracht wonen. En een soort van camping life, maar dan in het centrum. Daarbij komt ook dat we wel eens naar appartementjes hebben gekeken in de stad. Maar dan word je gewoon... keihard overboden. Je krijgt al zeg maar een postzegel, wat we nu nog steeds hebben. Maar je krijgt een postzegel en dan word je ook nog overboden. Dit was voor ons de enige manier om er tussen te komen voor een prijs die vast bleef zitten en niet crazy overboden werd. En ook wat ik ook vind is dat heel veel appartementen in Amsterdam die zijn tegenwoordig gewoon wit gestuukt. Gewoon vierkante dozen. Nee. En wij wilden iets anders, iets geks. Even over onze situatie. Tris en ik zijn allebei enig kind. En onze ouders zijn allebei in de mogelijkheid geweest om geld voor ons te sparen. En omdat we enig kind zijn, gaat dat niet naar onze broertjes en zusjes. Daarin hebben wij geluk gehad dat beide onze ouders geld konden schieten. Om onze eerste huisaankoop te doen. Maar toen waren we er nog niet. Nee. We hebben ook een hoop bij moeten lenen bij een geldschieter uit de familie. Dat was top. Maar daarmee hebben we nog niet een stukje huis kunnen kopen. Want als je een tiny houseboat gaat maken, moet je een lichtplek hebben. En we hebben die lichtplek gekocht door onze fam. Juist. Het zit namelijk zo dat je, als je een tiny houseboat wil bouwen, je kan de lichtplek kopen. De lichtplekken in Amsterdam die zijn peperduur. Ja. Maar je kan geen hypotheek krijgen voor alleen de lichtplek. Dus je moet heel veel geluk hebben of heel veel... geld. Geld, ja. Hebben. Dat is hoe het zit. Geluk of geld? Geluk of geld. Om de lichtplek te kunnen bemachtigen. En daarna kun je bij de hypotheek... er zijn er ook overigens maar 2 in Nederland die hypotheken verstrekken. Maar daarna kan je een hypotheek krijgen voor de bouwkavel, dus voor de lichtplek. En ook meteen voor de, het bouwen van de boot. Ja. Wat hebben we deze week gedaan? We hebben 2 major dingen gedaan. Dat is dus een kennismakingsgesprek bij Triodos. En wij hebben een begroting doorgekregen van onze architect. Dus we hebben de internet doorzocht voor een architect die een beetje goed bij ons lag. En we hebben er eentje gevonden die en bekend is met tiny houses en met woonboten. Dus het was een soort van... mega match. Ja. En Tris die was al gelijk helemaal verkocht. Ik dacht nog van alles gaat een keer fout, dus... waarschijnlijk moeten we bij 100 architecten aankloppen, maar het was ook echt in één keer een mega match. Een bouwer waar hij al vaker mee gewerkt heeft, heeft hij een begroting opgezet. Ja, en eigenlijk waar wij niet
of ja, misschien minder rekening mee hebben gehouden, is dat er een aantal kosten verbonden zijn aan een huisboot bouwen. En dat maakt niet uit hoe groot of klein dat die is. Maar de verschepingskosten zijn al 10.000 euro. De betongieten. Ja, de kosten waar we niet over nagedacht hebben. De verschepingskosten en dan aanmeren. Dat kost al gauw 10.000 euro. Je hebt het beton dat gegoten moet worden. Ja, klein of groot scheelt wel iets. Maar de manuren die daarin zitten, die zijn ook standaard. De bouwtekeningen zijn ook standaard kosten. Dus dan maakt het niet uit hoe groot of klein. Het gaat een hoop geld kosten. Dus we kregen een begroting binnen. Waar wij geen rekening mee hadden. Waar we geen rekening mee hadden gehouden. Nee. En we kregen ook van die hypotheek te horen dat wij een stuk minder hypotheek gaan krijgen. Vooral omdat wij per jaar 500 euro lichtkosten moeten gaan betalen. En dat haalt al snel 25.000 euro van onze... Maximaal te lenen bedrag. Dus dat was even een iets waar we niet op hadden gerekend. En iets waar ik een beetje van schok was, hoe zwaar studieschuld wordt belast. Ja, mijn studieschuld wordt gewoon verdubbeld. Ja, dus als ik 10.000 euro studieschuld heb, dan wordt het... 20k weer vanaf. Ja, dus het was... Koude kermis. Ja, er zijn gewoon een aantal dingen die nu een beetje tegen zijn gaan zitten. Maar we moeten niet vergeten dat we dat de architect... Hij is ons echt tegemoet gekomen in zijn kosten. Ja, man. Ik denk ook niet dat we ergens anders een betere... Niet alleen met hoe cool hij is, maar ook dat hij gewoon direct lijntje heeft met de bouwers. Ja. En dat hij al eerder heeft gedaan, dus daar kunnen we gewoon niet vanaf stappen. Doei. Doeg. Jo, bedankt. Hoi, hoi. Nou, dat vind ik plezier. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Goeie reis. Hoi, hoi. Doei, ja, dit was de saaie vlog. Maar stay tuned, want we gaan... nu gaan we echt met tekeningen beginnen. En nu wordt het wat visueler en wat leuker. En, stay tuned, want we gaan tekenen. Teken livestream. Oké, zien jullie volgende keer. Yeah!